Trends is voor ons een belangrijke beurs omdat we hier eigenlijk een groot gedeelte van de woonwinkel uit de Benelux hier naartoe komt. We hebben leuke contacten met goede professionele inkopers eigenlijk. En het op alle vlakken. Dus het kan een inkoopcentrale zijn, maar ook een woonwinkeltje in een gezellig dorpje. Ja, dat is voor ons gewoon heel perfect. We zijn er sowieso al een aantal jaar op Trends. Qua publiek wat hier komt, sowieso heel veel bestaande klanten van ons komen hier altijd al. Dus ja, dan is het natuurlijk ook gewoon goed om je collecties weer te laten zien. En vooral ook dit jaar merken wij dat we ook steeds weer nieuwe klanten erbij kunnen meepikken. Dus daar zijn wij heel blij mee. De lezing gaat over de trends 2021 en hoe de tijdgeest, de verandering van de tijdgeest, dan weer zijn invloed heeft op vormen en kleuren en materialen die gaan komen. En natuurlijk altijd verschillende trends. Soms spreken ze elkaar ook wel een beetje tegen. Maar een hele belangrijke is dat milieu en alles rondom groen denken en duurzaam denken heel erg belangrijk is. Dat voor mensen inderdaad ook echt wel ook de toegevoegde waarde is in de zin van dat ze niks meer qua papiertjes en iets hoeven aan te pakken natuurlijk. Geen brochures meer, geen kaartjes. Dus dat ja, coronaproof is. En dat werkt voor ons ja, eigenlijk ook helemaal top. Hoofdcliënteel is eigenlijk tuincentra. Daarom dat we ook op een trends staan natuurlijk. Dat er heel veel tuincentra komen, ook gewone winkels uiteraard. En we doen dat al vele jaren en altijd met heel veel plezier komen we terug, want het is altijd een heel goede beurs voor ons. En toen we te horen kregen dat de beurs werd uitgesteld naar september, hebben we eigenlijk geen seconde getwijfeld om toch mee te doen. We weten, dit is geen beurs als een andere. We weten dat het niet normaal is wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Maar we moeten gewoon, uit respect voor onze klanten, moeten wij gewoon staan.